Ik was best wel lekker bezig met het winnen van al die battles. Maar ja, nu staat alles stil. He? Nu kan ik niks meer. Ja, het enige wat ik kan is kijken naar mijn bekers. He? Naar deze jongens. En toen bedacht ik me, wie zou mij nou positief kunnen opbeuren? En wie zou nou me kunnen helpen met een beetje beweging? He? Hoe ik dat moet doen? En toen dacht ik aan Nathan Rutjes. Ja, Nathan, kom er maar in. Staat hij goed? Ja, volgens mij wel, hè. Hey Ron, daar ben ik. Nathan Rutjes. En natuurlijk doe ik dat voor jou en voor alle kinderen in Nederland. Het is namelijk tijd voor Zefsport at Home Workout. Het is ontzettend simpel, zo'n workout. Het duurt namelijk ongeveer 10 minuutjes. We hebben verschillende oefenvormen. Geloof me, jullie krijgen echt wel van mij een beetje rust. Maar mocht het nou zo zijn dat je niet moe bent na die 10 minuutjes, misschien ben je wel hartstikke sportief, dan kan je misschien wel twee keer de workout bekijken, of misschien wel drie keer. En dan word je wel zelf hartstikke moe, joh. Ik zou het ook heel leuk vinden op het moment dat je het doet, de workout, dat je het misschien wel filmt, dat je een post op social media, bijvoorbeeld op Instagram, met de hashtag ZefSportAtHome. Als ik het zie, geef ik je natuurlijk een likeje, maar ik vind het al super leuk dat je met me mee gaat doen. Ja toch? We gaan beginnen! En speciaal voor deze Zefsport at Home workout heb ik een bijzondere gast en daar is die! Ritchie Rutjes! Geweldig kerel dat je er bent! Ontzettend belangrijk is natuurlijk de warming-up, Ritchie. Ja toch? En we gaan nu beginnen met de eerste oefening. We mogen elkaar natuurlijk niet knuffelen, Ritchie. Vind ik heel erg jammer vanwege het coronavirus. Maar wat je wel mag doen is je eigen knie knuffelen. 30 seconden lang eventjes je been optillen. Gaat dat lukken? Je balans houden? Oeh, dus nog... En dan ga je je eigen knie knuffelen. En hou dit vast. Nou, we lijken wel een standbeeld, Ritchie. Hè? Hoe gaat het thuis? Gaat het goed? Ja, toch? Hé, dit gaan we natuurlijk 30 seconden doen. In de tussentijd, tussen de oefeningen... Oeh, hou je balans. Hebben we ook rustperiodes. En tussen die rustperiodes mag je gewoon eventjes ontspannen. Mag je misschien wel wat drinken. Want die zijn keihard nodig om die andere oefeningen goed te doen. De flamingo. Ja, wisselen van been. We hebben natuurlijk twee benen. Dus we moeten die andere zeker niet vergeten. Is bij jou het ene been nog makkelijker dan het andere been? Of maakt het niet uit? Bij mij gaat dit makkelijker. Hè? Bij jou, Ritchie? Is deze makkelijker? Knuffel je knieën. Ik vind ze allebei wel even moeilijk. Ja? Uitstekend, Ritchie. Goed zo, jongen. Jullie thuis ook. Gaat lekker, hè? En nu even ontspannen. En we gaan door met de warming-up. Door lekkertje met de hakken richting de billen te gaan. Woi. En je hoeft niet per se natuurlijk op één plek te blijven. Je mag een beetje bewegen. Ja, door je huiskamer. Want dat doen we graag. Vol. Nou, ik begin nu al een beetje te zweten toch wel. Dit is een goede warming-up, Ritchie. Hey. En lukt het jou nou om die hakken naar die billen te krijgen? Lukt het jou? En 30 seconden. Hij mag nog ietsje sneller. Nog 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Come on. Nog even doortrekken. Hey. Yes. Tak. Hey, Ritchie. We laten er geen gras over groeien, jongen. Want we beginnen gelijk aan de eerste opdracht. Let op. Je hebt namelijk thuis, en jij ook, 20 seconden om voor de eerste opdracht pen en papier te pakken. Let's go! Woehoe! Gaat het goed? Je bent op de helft, je hebt nog maar 10 seconden. Schiet op! En ja toch, binnen de tijd! Uitstekend kerel, uitstekend. Goed gedaan. We gaan zo direct. Doe gelijk met mij mee. Naar beneden, als een spinnetje loop je langs je benen. Oh, dat kriebelt. Dan ga je naar voren. Ja, en dan kom je bij je blaadje. Dan blijf je staan. Je pakt met één hand pak je de stift. En je gaat iets tekenen. Wow. Ben je al aan het tekenen, Ritchie? Ja. Oh, ik zet hem alweer terug. Oké, zet hem weer terug. Ja, en dan gaan we weer terug met de handen omhoog. En dan kom je weer recht overeind. En let's go! 1 minuut. Ja, spinnetje. Ja, heel goed. En we lopen naar voren. Oh, gaat hij goed? Ik denk het wel. En dan mag je al iets gaan tekenen. Zo, ik zet hem terug. Ik ben klaar. Ja, maar we moeten nog een keer terug, Ritchie. Ja, oh, ik zie wat jij tekent. Wat goed zeg. Terug. En dan even handen omhoog. En dan gaan we weer. Spinnetje.
Goed zo. En we kruipen naar voren. Blijf staan. Hou je billen wat naar beneden. Ja. Blijf staan, hè. Alsof je gaat opdrukken. En dan gaan we naar de volgende. Ja, goed zo. Huppakee. Oh, we zitten. Oh, dat gaat goed door met de tijd. Hou vol, hè, lieve kinderen. Ik ben trots op jullie. Hup, omhoog. En de laatste. En de laatste. Dan maken we de tekening af, Lavetsi. Naar voren, naar voren, naar voren. Ja, hoppakee. Oh, wat ben je aan het tekenen? Ik ben heel benieuwd wat je aan het tekenen bent thuis. Ik ben heel benieuwd wat je aan het tekenen bent. Ho, oh, ho. Ja, oké. En de laatste, Lavetsi. Nog 4 seconden, denk ik. Nog 3 seconden of zo. En hij is gedaan. Nee, ik moet nog arm omhoog. Oh, arm omhoog, natuurlijk. Arm omhoog. Goed dat jij erbij bent, hè. We zijn aangekomen bij de terechte 15 seconden rust. Daar zijn we nu aan begonnen. En dat is een mooie tijd om even je tekening te laten zien. Wat heb je gemaakt, Lavetsi? Ik heb een vliegtuig gemaakt, een zonnetje, een wolkje en... Super knap binnen 1 minuut. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een zelfportret van NATO-rutjes gemaakt. En we gaan door naar de volgende oefening. En dat zijn de sit-ups. Je ziet dat Lavetsi een matje erbij heeft gepakt. Ik heb er al één. Haha. En we gaan dat wederom weer een minuutje doen. Ja, jij hebt ook een matje. Maar we gebruiken nu even deze voor jou en deze voor mij. Een minuutje lang. Succes! Oké, Lavetsi, let's go. Ja, ga maar, jongen. Hup. Zo, hé. Ja, de zomer komt er natuurlijk aan. Dus we moeten die buikspiertjes sterk krijgen. Voor op het strand. Houd je goed, Lavetsi. Denk goed aan je ademhalingen. Doe je neus in. Doe je mond uit. Goed blijven ademhalen, niet inhouden. Zo, hé, ik voel het al. En we zijn pas op de helft. Gaat die goed, Lavetsi? Je loopt helemaal rood aan, joh. Hou vol, jongen. Hou vol, jullie ook thuis, hè. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Zet hem op. Gebruik alles een oerkreet, let op. Hoho! Yes! Kom, Lavetsi. Pers hem eruit. Hoho. Nog 5 seconden. Nog 4. Oei, ik voel mijn buikspieren. 2. 1. En ontspannen. Oeh. Goed gedaan, hoor. Toppie. Toppie. En we gaan weer door naar de... volgende workout. Zeker weten. En de volgende workout is een squat. Ik doe het 1 keer voor. We gaan namelijk straks door de knieën heen. Heel goed. Armen vooruit. Zo diep mogelijk door je knieën. Billen lekker naar achter. Zoals Alfredje Dokerskwak. Naar achteren. Toe. En we gaan weer omhoog. En dat doen we weer een minuutje. Oh, 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 een minuutje. En let's go. Ja, daar gaan we. Naar beneden. Dat doe je goed, zegt het uitblazen. Ja, door de knieën. Zo. Oké. Gaat die lekker? Ik ben zo trots op jullie, hè. Ongekend trots. Ja, echt waar. Hou vol, hè. Ja, Lavetsi. Hoe ver denk je dat we zijn nu ondertussen? 30 seconden. Bijna. We zijn nog niet op de helft. Dus we moeten volhouden. Ik voel het al een beetje in mijn bovenbenen. Voel jij het al een beetje in mijn bovenbenen? Ja. Ja, hè? Blijf goed op de ademhaling letten. Uitblazen, naar beneden gaan. Zo, die beenspieren, jongens. Woehoe. Kan je nog dieper? Kan je nog dieper? Ja, goed zo, kerel. Ja, hou vol. Nog 10 seconden. Zullen we samen aftellen? Nog 10. Nog 9. Hou vol. Nog 8. En we gaan stellen. Nog 7. Ik ga je een beetje helpen. Nog 6. En nog 5. En nog 4. En een half. Nog, oh, 4. Ik ben het helemaal kwijt. Nog 3. En nog lager. 2. En 1. En woehoe! Hij is gedaan. Wat goed gedaan, jongens. Toppie. Top. En dan is het nu tijd voor, je hoorde het al een beetje aan mijn stem, rust. Pauze. En we gaan lekker mediteren. En ik zou zeggen, bij jullie thuis, alle ouders, stil, broertjes, zusjes. Sst. We gaan lekker rusten. We gaan rusten. Ga maar lekker zitten, Lavetsi. Ogen dicht. Genieten. Dat hebben we ook verdiend, hoor. Hoor je dat? Hoor die vogels. Hoor die vogels. Ja? We gaan door naar de volgende oefening en die noemen ze de plank. Plank. Ja, plank. Zullen we even op de knietjes gaan, Lavetsi? Kom. We gaan op de knietjes. Makkelijk. Zo. We hebben verschillende versies. Kinderen, de makkelijkste versie is als volgt. Je gaat zitten met je handen ongeveer bij je schouders en je gaat je voeten van de grond houden. Dus je bent alleen op je knieën. Zo. En je
Gaat dat lukken? Heel goed voorbeeld, Lavetsi. Nou, ken je dit nou heel goed? Dan ga ik het zwaarder voor je maken. Dan mag je namelijk op je voeten gaan staan. En dan zie je een beetje aan mijn rug. En daarvoor heet hij ook de plank. Je ziet een beetje aan mijn rug dat hij gewoon helemaal recht is. De plank. En ben je nou echt een bikkel? Ben je nou echt super, super, super stoer met de hoofdletter? Dan mag je ook je benen gaan bewegen. Naar voren. En dan lijkt het net alsof je een berg opklimt. De bergbeklimmer. Lavetsi, de bergbeklimmer. Zo. Billen ietsje lager? Goed zo, Lavetsi. Gaat hij goed thuis? Waar heb je voor gekozen? Voor de moeilijkste, hè? Jullie zijn bikkels. Dat wist ik wel. Oké, nou, ik ga met jullie meedoen. Oké. Kan je ook wel sneller met je benen nog? Kan je nog even die sprint eruit persen? Als Tom Dumoulin. Naar de finish toe. Even kijken, nog 10 seconden. Ik ga weer met jullie aftellen. Nog. 5. 4. Tom Dumoulin. Naar de finish. Kom, Lavetsi. Door. Bezig met die benen. Naar de finish. En. Woe! We hebben hem bereikt. En we gaan door naar de volgende oefening. Maar wat jullie nog niet wisten. Onze mat is magisch. En je hebt bij de volgende oefening een stoel of een tafel nodig. En we gaan, doordat wij die matten hebben, gaan we nu toveren. 3, 2, 1. Wow! Daar is de tafel. Pak snel een tafel of een stoel en we gaan beginnen. Oké, en we gaan starten met de volgende oefening. De tijd loopt nu. Zo. De volgende oefening is voor je triceps. Waar zitten die nou, joh, die triceps? Weet je dat toevallig? Is natuurlijk niet te verwarren met die triceratops, hè? Want jullie denken natuurlijk gelijk aan een dinosaurus. Maar dat is niet waar. Het gaat om je triceps. En volgens mij zit het ergens onder in je kuiten. Maar daar voel ik het helemaal niet nu. Apart. Lavetsi, gaat het goed met je, jongen? Ja. En de tijd? Kinderen thuis, hou je het vol? En wat heb je nou eigenlijk gebruikt? Een stoel of een tafel? Laat het ons even weten, hè? Hashtag ZapSportAtHome, hè? Lavetsi, gaat het goed? Denk aan de ademhalingen. Ik voel nog steeds niet in mijn kuiten en ook niet in mijn billen. Waar zitten die triceps nou? Ik voel het in mijn armen. In je armen zit het in je armen? Oh! Eens even kijken hoe ver zijn we, Lavetsi, want dit is toch best wel pittig, hoor. We zijn er bijna, jongens. Hou vol, hè. Oh, dit is pittig, zeg. Morgen zeker spierpijn. Zeker spierpijn. Oh, we hebben nog maar 5 seconden. Nog 4. Hou vol. Nog 3. 2. 1. Ja, applaus voor jezelf, hoor. Ja, applaus voor jezelf, Lavetsi. Ja, zeker weten. Wat we gaan doen, is we gaan opdrukken. Straks ga je een minuutje lang proberen zoveel mogelijk keer op te drukken. Elke dag schrijf je voor jezelf op hoe vaak dat is gelukt binnen een minuut. We gaan staan. 1 minuutje lang, Lavetsi. Let's go. Zoveel en zo lang mogelijk, hè. Oké. 1. Oh, jongens. 3. 4. Als je snel begint, ben je ook sneller moe, denk ik, hè. Dus bouw het goed op, hè, in die minuut. Bouw het goed op. Kijk, ik ga het langer volhouden. Let op, want die is straks helemaal verzuurd. Let op, hè. Ja, 6 bij 8, ik zit bij 16. 17. Nee. Nee. En dan komen die jonge kreten weer, hè, jongens. A la Cristiano Ronaldo. 14. En we zijn pas op de helft. Oh nee, toch niet. Ik pak er maar een gaatje. Ja, ga door. Nog 20 seconden, een minuut, jongens. Wow. Oh, en ik pak even rust. Als het moeilijk is, ga op je knieën. En dan ga je zo door, hè. Als het lastig is. Nog 5 seconden. Hier. Wat knap, Lavetsi. 20. Oh, yes. En 100. 70. Nee. Hoeveel hebben we er gehad? Ik heb er 22. Wat ontzettend knap. Hoeveel heb jij er gedaan? Morgen ga je weer proberen je persoonlijke record te verbreken. Dat gaat jou 100% lukken. Want elke dag, als we deze workout doen, word je sterker. We gaan beginnen aan de cooling down. En ik wil je vragen om eventjes je voeten op schouder breedte ongeveer te zetten. Ja, ik ben heel breed, daarom zet ik ze zo. Nee hoor, voeten ongeveer op schouderbreedte. En dan gaan we even rustig door de knieën. Gaan we even lekker de armen loszwaaien. Oh, maar dit is toch geweldig, joh. Ja, we wonen natuurlijk in Nederland en daar zijn heel veel molens. Of gaan die nou zo? Ja, ik weet het ook maar niet. Ja, goed. Ga lekker door. En omdat we natuurlijk vandaag heel veel armoefeningen hebben gedaan, we hebben opgedrukt en we hebben natuurlijk de triceratops gedaan. Of was dat nou die dinosaurus? Ik weet het ook allemaal niet. De volgende opdracht. We gaan eventjes op de tenen staan. We gaan ons heel lang maken. Ja, zie je hoe lang ik ben?
Hoe groot ben je, Lavetsi? 2,74 meter. Omhoog en ontspannen naar beneden naar de grond. En we gaan er nog. Op de teentjes. Doe je nog gezellig mee? Opletten, hè, thuis. Maar gezellig meedoen. We zijn er nog niet. Kom. Omhoog. En ontspannen. En dan is het voor vandaag gedaan. Wat vond je van Lavetsi? Leuk. Ik hoop ook dat jullie het thuis leuk vonden. Vergeet niet ook eventjes, als je het hebt gefilmd, te delen op de social media. Hashtag ZEFSportAtHome. Doe dat. En Ron, wat vond je ervan? Ja, dat is ook prima zo. Nathan, ik voel me een stuk positiever en een stuk leniger ook. He, ja, heerlijk. He, en deze jongens ook. Morgen weer? Ah, tuurlijk. Zien we elkaar morgen weer. Dag Nathan, tot morgen. Ja.